Asia. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Apeldoorn kiest het luchtruim. En vandaag, u ziet het al achter me, daar staan verschillende zweefvliegtuigen. Want daar gaan we vandaag, wat heet, daar mogen we vandaag gebruik van maken. Want Wilco Rijman, onze cameraman, die gaat mee vliegen. En die laat u prachtige shots zien vanuit de lucht boven Apeldoorn. Ja, Marinus, fijn dat we een bezoekje mogen brengen hier bij deze vlieg. Ja, zweefvliegen is het. Wat kun je me vertellen over de geschiedenis van het zweefvliegen? Ja, het vliegtuig is eigenlijk ontstaan uit het zweefvliegen. We zijn 75 jaar geleden ontstaan vanuit een aantal industriëlen uit Deventer. Die hebben op een gegeven moment een terreintje gezocht om hun hobby te kunnen uitoefenen. En dat is teugen. Geworden. En ja, dat begon ook met zweefvliegen. Dus zweefvliegen is al een hele oude sport die hier bedreven wordt op teugen. En hoe wordt er gevlogen? Gaan jullie met een lier omhoog of met een vliegtuig? Ja, je kunt met zweefvliegen op twee manieren, tenminste op teugen doen we twee manieren. We hebben een motorvliegtuig om ons op te laten slepen, maar de gebruikelijke methode die we in de weekenden gebruiken is een liermethode. En dat is ook fijn om, daar kun je ook veel vluchtjes maken om lesvluchten te maken. Is dat veel efficiënter. Dus. En als je dan met een lier gaat optrekken, hè, dan kom je niet zo hoog lijkt mij als met een motorvliegtuig. Klopt dat? Nee, maar je moet het leren met starten en landen. Dat is het moeilijkste. Dus dan maak je misschien wat meer startjes en landingen. Ja, het zweef voor een motorvliegtuig, dat gebruik je als je echt een langere vlucht wil maken, dan is dat veel efficiënter. Ja. Maar voor een kort vluchtje, lesvluchten, is lieren veel efficiënter en beter. En voor welk materiaal zijn deze vliegtuigen gemaakt? Ja, heel divers. We hebben de lesvliegtuigen die we nog hebben, waar we er nog twee van hebben en één gebruiken. Dat is staal en linnen en hout. En de modernere vliegtuigen zijn van polyester en koolstofvezel gemaakt. Dat zijn, dat ontwikkelt zich steeds door en wordt steeds moderner. Ja. Wanneer mag er gevlogen worden en wanneer niet? Hoe zit dat met de windkracht bijvoorbeeld? Ja, daar zijn regels voor. Je moet voldoen aan zichtregels, zo heet dat. Dus je moet een bepaalde afstand kunnen zicht hebben, 5 kilometer. De wind, dat is meer een eis van het vliegtuig waar het aan moet voldoen. Maar tot windkracht 6 zou nog kunnen. Dan is het geen probleem. Nee, vliegen eigenlijk niet, maar dan moet je opletten dat het vliegtuig niet omwaait op de grond en zo. Dat die omvalt. Ja, dat lijkt me handig. Dus vliegen zou wel kunnen, maar dan zit je, dan wordt het gewoon lastig met landen en starten en omwaaien op de grond en zo. Heb je echt een opleiding voor nodig? Ja. Hoe ziet die opleiding eruit? Ja, dat doen we. Als vereniging verzorgen we ook zelf de opleiding. Ja. En
je kunt vanaf 14 jaar kun je vliegen, dan kun je beginnen. Dat is wel erg jong, hè? Ja, je mag eerder in een vliegtuig alleen zitten als op een brommer, zeg maar. Dus, Ja, dat blijkt wel weer. Ja. Maar goed, het is de opleiding aan zich, als je hier lid wordt, dan word je meegenomen door een instructeur. En dan ga je net zo vaak mee met de instructeur tot die denkt van nou, hij kan het wel alleen. Ja. En dan vlieg je alleen en ben je solo. Vlieg je solo en daarna moet je theorielessen volgen en theorie-examens en praktijkexamens en krijg je GPL, zoals dat heet. De vereniging, het lidmaatschap, is dat een dure liefhebberij of niet? Nee, als je €800 per jaar rekent, dan kun je vliegen. En dan krijg je de opleiding, zeg maar €800. En dan mag je gebruik maken van de vliegtuigen die in jullie bezit zijn? Ja, dan vlieg je met vliegtuigen van de vereniging. En nou ja, je moet het ook samen doen, zeg maar. En dan, het is echt een teamsport. Het is vliegen op zich, het is niet alleen vliegen. Want je zult merken als je straks op het veld meeloopt, dat het ook vooral een teamgebeuren is en een clubgebeuren. Dus je moet alleen niet het vliegen leuk vinden, maar ook het gebeuren binnen de vereniging moet je aanstaan. Marinus, hoe hoog vlieg je nou met zo'n vliegtuig? Ja, dat is afhankelijk van het weer, maar we mogen in principe tot flight level 65, dat is ongeveer 2000 meter hier in deze omgeving. Maar dat, afhankelijk van de plek waar je vliegt, maar hier in deze omgeving mag je tot 2000 ongeveer. Hoe hoog gaan we vandaag vliegen? Ja, dat weet je niet. Dat hangt een beetje af van het weer en de thermiek en of we hoogte kunnen winnen. We gaan met de Lier, denk ik, in eerste instantie. En als je van de Lier losgekoppeld wordt, dan zit je tussen de 300 en de 400 meter. Daar ga je los. En dan moet je zien dat je thermiek vindt en hoogte kunt winnen en een langere vlucht gaat maken. Ja. Hoe snel daalt zo'n vliegtuig per seconde, zeg maar? Ja, heel langzaam. Zeg maar 1 meter per seconde ongeveer. Misschien. Dat is toch best behoorlijk, hè? Ja, maar als je thermiek hebt, dat gaat nog veel sneller. En dan ga je juist 1 of 2 meter per seconde de lucht in. En daar zijn we dan naar op zoek als je vliegt. Naar die mooie thermiekbel. En dan kun je een leuke lange vlucht maken. En kun je ook hoogte winnen op een gegeven moment, als dat nodig mocht zijn? Ja, maar dat weet je nooit van tevoren. Maar daar is de bedoeling ook juist van zweefvliegen. Dat je, als je loskomt en een vrije vlucht maakt, dat je een thermiekbel vindt waar je hoogte wint. Maar ja, je weet nooit precies waar het zit. En dat is de sport eigenlijk, om dat te zoeken en om de beste bel te vinden. En een betere bel als je maatje en de langste vlucht proberen te scoren. Hey, de jumprun is zo ongeveer in zuidoostelijke richting. Het gaat net zo'n beetje over de Lier heen. Dus we zouden vrij weinig problemen met ze moeten hebben als we gewoon aan de noordkant van de baan blijven en daar thermiek zoeken. Zitten er ook gevaren aan? Ja, maar dat heeft iedere sport. Ik bedoel, motorsport en autosport. Je moet wel heel goed weten waar je mee bezig bent. Dus echt gevaarlijk. Het is niet gevaarlijk, maar je moet wel goed weten waar je mee bezig bent. En zorgen dat de spullen goed zijn. Dat je goed voorbereid bent. En dat je zorgt dat de organisatie rondom het vliegen goed is. Dus je moet daar wel heel alert op zijn. En zorgen dat het veilig blijft. Heb je, als je boven in de lucht zit, dan ook nog contact met de grond?
Dat kan wel, maar dat hoeft niet speciaal. Nee, is dat niet noodzakelijk? Nee, nee. Je mag, we hebben wel een radio, maar dat is meer voor wetenswaardigheden. En misschien als je een overlandvlucht maakt en een ander luchtruim door wil, dan heb je een radio nodig. Maar hier op Teuge hebben we geen, maken we normaal geen gebruik van een radio. Marinus, bedankt. En wat ik al zei, Wilco die gaat zo meteen het luchtruim kiezen. Dus ben reuze benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Oké, prima. Hey jongens, kom eens. Papa die wordt nog helemaal in de riemen gedaan. Kom jij er even bij staan? En gaan jullie papa nog even een dikke knuffel geven voordat hij weggaat? Ik heb hem al een kus gegeven. Heb jij hem al een kus gegeven? En jij, heb jij hem al een kus gegeven? Ga je dat zo even doen? Ja. Wacht maar even, want ze zijn zo klaar. Zij krijgen eerst nog even wat instructies. Je hebt die camera aan vasthouden, maar anders zeg ik altijd van hou je lekker aan je... Kijk lekker rond, hou je lekker aan je riemen vast. Dus Wilco, doe geen gekke dingen. Zit nergens aan, hè? Zijn de kinderen wou je nog heel graag even een knuffel geven. En jij ook nog kus? En wij gaan zwaaien, hè, vanaf de grond. Oké. Ja, de cockpit is, of de piloot is druk bezig met zijn cockpitcheck. Gaat nu de kabel eraan haken. De kabel zit vast nu. Even kijken of die echt vast zit en gaan trekken. Dat lijkt goed vast te zitten. Ondertussen kijkt de piloot om zich heen of het vliegveld vrij is. Momenteel hangen er nog een paar parachutisten naast het veld. Wacht er even op tot die geland zijn, of in ieder geval laag bij de grond. De kabel is bijna strak, dan gaat de hand naar beneden, zodat de lyrist gas kan geven. Nu naar Wilco toe. Ik zit even in de knoop met mijn snoer, maar dat geeft niet, wordt allemaal volpen. Wilco! Komt het allemaal goed? Ja, Wilco, heb je het gehad? Prachtig. Ja? Hoe voelde je? Want je gaat heel snel omhoog, hè? Hoe werkt dat? Ja, je wordt achter je stoel gedrukt. En dan ga je echt omhoog. Maar ja, je hebt geen geluid van de motor. Dus als een vogeltje... Even bukken. Als een vogeltje, dan vlieg je door de lucht heen.
Ja, wacht even hoor. Het gaat helemaal goed. Zo, ja, als een vogeltje door de lucht. Ja, het is geruisloos. En, hij zoekt de thermiek op. Ik zie echt voor herhaling vatbaar. Ja, het is ideaal. Maar het is zonder motor. Zo vreemd. Je vliegt gewoon stilte. Je hoort alleen de wind. Ja. Dat is prachtig. Heb je mooie shots kunnen maken? Ja, redelijk mooie shots. Ja. Maar je zit aardig beklemd. Kleine ruimte. Erg heet. Die polyester. Maar, prachtig. Komt helemaal goed. Joyce, jij gaat zo meteen vliegen. En ik heb begrepen, je doet ook een soort parachute om. Hè? Waarom is dat? Nou, mocht er wat misgaan dan, en je kan het vliegtuig echt niet meer besturen, dan kun je altijd nog uit het vliegtuig springen, kap open doen, eruit springen. En dan heb je een parachute nog om hopen dat je veilig beneden komt. Joyce, voordat je dus echt alleen mag vliegen, is het een pittige opleiding die je daarvoor krijgt? Nee, het valt wel mee. Je leert gewoon alles stap voor stap eigenlijk. En ja, je leert gewoon steeds meer. In het begin dan helpt de instructeur nog heel veel en zegt wat je moet doen aan het einde. Dus dan moet je het zelf gewoon een beetje kunnen. En, Hoe oud was je toen je begon? Ik was 16. 16 jaar. En hoe lang vlieg je nu? Ik vlieg nu iets minder dan een jaar. Spannend, hè, iedere keer. Wat vind je zo leuk aan zweefvliegen? Ja, ik vind het gewoon heel rustgevend. Het is hier hartstikke gezellig altijd en het is een lekker dagje weg altijd. Vlieg je vaak? Elke week ongeveer, 1 dag in de week. Nou, een hele goede vlucht, hè? Oké, dankjewel. Wilco wordt weer ingegespt en hij gaat dus nu mee met. Hij wordt nu voortgetrokken met een motorvliegtuig. En de vorige keer was het dus met een lier. Het verschil tussen een lier en voortgetrokken worden, of omhoog getrokken worden moet ik zeggen, met een motorvliegtuig, is dat hij nu veel hoger gaat vliegen. En natuurlijk ook, dat is logisch, langer in de lucht zal blijven. Dit was de afdeling van het zweefvliegen. Natuurlijk bedanken wij Zweefclub Teuge voor hun gastvrij onthaal en dat we even mee mochten vliegen. Want Wilco was razend enthousiast en heeft, zoals u gezien heeft, prachtige beelden gemaakt. Wat Apeldoorn Kiest het Luchtruim betreft, blijf kijken en tot volgende maand. Attention.
Hij kijkt even hoeveel brandstof er in de vleugels zit. November 153, Charlie Delta 30, goedemorgen. Hoi, Misha. Tixing uit voor de 09er. En daar hebben we. To Echo Delta, Whiskey Golf, 4PB, Captain A. Fargo's. Ik zal je even een spelletje gaan openen. Dankjewel.